We hebben weer een soort déjà vu gevoel. Benno Timmerman, artiestenmanagement consultant, ben je. Ja. En we hebben net over dat Ilse de Lange heeft haar debuut gemaakt in een van mijn programma's van mij, Late Leeuw. Net voordat de opnameleiders hier moeten inzeien, wilde haar eerst in je programma duwen. Ze heeft een coupletje en een refreintje toe gedaan, weet je dat niet? Ja. Met Winston Gertsenhoven, op die gele bank. Magische tv was dat. Ja, was magische tv en het begin van een grote carrière. Ja. Ik word de ontdekker genoemd, maar jij hebt gezorgd voor de doel. Ik ben de verwekker. Bent de ontdekker. Ja. Menno, je zit hier omdat je een idee hebt. De koperen ketel. Koperen corona. Corona. Ja. Leg uit. Koperen corona is eigenlijk een heel simpel idee. Is terug naar de straat. En niet om actie te voeren voor artiesten. Maar met name om weer in het openbare leven ergens op een hoek van de straat. En ik heb Haarlem uitgekozen omdat ik Haarlemmer ben. Om te kijken of ik... Ik ben helemaal niet handig met gemeenteverordeningen. Maar ik heb eens gekeken hoe dat zit. Haarlem is een best wel een lastige stad als het gaat om toestemming daarvoor. Maar ik denk, waarom is het een lastige stad? Nou, ze hebben het een tijdje geleden hebben ze het echt verboden. En je moet 8 weken van tevoren moet je toestemming. Komt ook door. Om op straat gewoon iets te bevormen. Ja, dus dat duurt heel lang voordat je... En je ziet in Haarlem ook weinig op dit moment. Omdat kennelijk die barrière er is. Het woord overlast lees ik overal. Er zijn veel Oost-Europeanen geweest in het verleden. Die werden uit busjes gehaald en die gingen spelen. En die brachten het geld waarschijnlijk naar hun baas die dan ze weer naar huis reed. Maar vaak waren het mensen met gitaar met 3 snaren waarvan er nog 1 vals was. En dus niet artistiek verantwoord. Nee. Dus ik wil het artistiek verantwoord maken. Er zijn zoveel mensen die met muziek bezig zijn. En ik heb het eigenlijk in eerste instantie over muziek, maar het kunnen ook andere kunstvormen zijn. Om gewoon ergens op mooie plekken in de stad Haarlem om te gaan staan en een hele middag daar muziek te maken. En dan wel wisselend van plek, maar... Haarlem is natuurlijk... Ik bedoel, ik moet ook denken dat Haarlem denkt... Wat gaat ons overkomen de komende weken als alles artiesten op straat mogen... Maar hoeveel mensen per dag laat je dan toe? Nou ja, ik denk dat het niet per kwestie is van mensen toelaten. Ik denk dat je gebruik maakt van het verkeer wat er al is. Dus ik wil eigenlijk niet van tevoren per se dat het kenbaar wordt gemaakt... dat de mensen optreden, want dan krijg je misschien een toestroom... Maar ik wil het eigenlijk zo plannen dat artiesten daar kunnen spelen. En achteraf dat ze mooie beelden daarvan hebben. Of daarna pas hun nieuws kunnen delen, zeg maar, bij wijze van spreken. Dus dat je niet extra verkeer daarvoor krijgt. Het betekent dan dat je hebt, ik heb je Facebookpagina gezien van de koperen corona. Ja. Dan kan je je opgeven. Nou, ik heb het eerst als platform. Ik heb eens gekeken van oké, hoeveel mensen vinden het een goed idee. En hoeveel mensen vonden het een goed idee? Tot nu toe bijna 300 in ieder geval. En het zijn ook artiesten? Onder andere artiesten, maar ook muziekprofessionals heb ik ook benaderd. Van joh, dit is het idee, het is eigenlijk heel simpel. En het is vooral ook bedoeld voor de laag die niet bekend is. Dus mensen die nog niet nationale tv of radio hebben en die aankomend zijn. Er dreigt straks een hele generatie artiesten verloren te gaan doordat ze niks kunnen. Nee. En de eerste artiesten die straks weer terug mogen, dat zijn natuurlijk wel de bekende namen. Ja, en je kweekt natuurlijk ook een beetje goodwill. Dat je dan natuurlijk ook als terrasbezoeker of waar je ook bent... dat je, god, je geeft ook die mensen de kans om naast te luisteren. Ja. Om zich gehoord te voelen. Hoe leuk is het? Als ik aan iedereen vraag van als je ergens in de stad bent... en je ziet echt iets leuks, dan blijf je even staan en dan ga je kijken. Ja. En dan krijg ik natuurlijk weer, ja, maar die 1,5 meter. Ik zeg, maar je geeft iedereen de verantwoordelijkheid voor die 1,5 meter. Waarom geef je de artiesten dat niet? Nee. Want zij kunnen mensen... ook zeggen van, hey, jullie staan een beetje dicht bij elkaar. Even de ruimte nemen, weet je. Het is eigenlijk en dat platform, ik hoor dit nu. Wat kan ik dan nu doen? Wat is dan de stappen die ik moet ondernemen? Nou, de stap is voor mij dat ik wil het eigenlijk allemaal... Je kan natuurlijk gaan actie voeren en het gaan doen. Ik ben nu zover dat ik eigenlijk een pilot wil opzetten voor 21 juni. Het begin van de zomer op een zondag is wat rustiger dan een zaterdag. Nou, en dan een aantal artiesten daarvoor te benaderen zelf. Of misschien door dit dienen ze zichzelf aan. Om te kijken of we een programmaatje in elkaar kunnen zetten. Waarbij ze iedere keer een kwartier of 20 minuten op een plek kunnen staan. En dan door kunnen draaien. Zo ouderwets met de hoed of met de gitaarkoffer. En dan gewoon geld incasseren. En mijn droom is natuurlijk om straks om het blijvend te laten zijn. Ja. En dan ook gesubsidieerd. Laat die artiesten maar gewoon even iets krijgen. Ook. Iets krijgen, ja. En daarnaast is de fooi is wat de mensen ervan vinden. Voor over hebben. Ja. En dat kunt naar die Facebookpagina gaan. Ja. En je hebt het nu ook gezien. Voor wie teken je? Voor hoeveel mensen ga je tekenen? Ik heb echt geen idee. Ik hoeveel mensen... Nou, ik heb in Haarlem 9 plekken waar het zou kunnen.
En als je dat dan optelt bij het feit van dat je op elk, op die 9 plekken dan 5 keer iemand kan laten staan. Maar zou 45 man gaan. Ja, ja, ja. Maar goed, om te beginnen zou ik denken van laten we eerst eens kijken of het gaat lukken. Ja. Of mensen het leuk vinden. En volgens mij is het hartstikke leuk. Ik vind het doodeng op straat optreden. Ik vind het doodeng. Je ziet ook iedereen. Nou, maar des te goede les, denk ik. Zeker voor artiesten die beginnen. Zeker, zeker, ja. Nou, het zou voor ons, zoals je rijksamen ook een keer over mag doen, het lijkt me ook handig. Dit zou ook goed zijn voor ons. Om eens even weer door die. Nou, ik, Nee, 21 juni heb ik toevallig een operatie. Ze vinden, ze vinden het heel fijn om. Mijn blinde darm gaat eruit. Ik ga iemand net. Tijd is op waarschijnlijk. Tijd is op, jij gaat heel snel tekenen. Ja, ja, okay. Het is 45 man, ik ga even checken of het zo klopt. Gaat 45 man tekenen? Ja, nog 45 man mag ik tekenen. Oké, okay, wauw. Ik wens heel veel succes met het initiatief, de Koperen Corona. Succes, okay. Menno, je mag tekenen. Ik hoor net dat er heel veel mensen reageren van wat er allemaal wordt gemaild. Frans Michel brengt plezier in verwondering en zonder blijft alleen de koopzondag over. Plezier in verwondering en zonder blijft alleen de koopzondag over. Cultuur en kunst is de stem van iedereen. Zonder zij zijn we doofstom. Ja. We kijken naar Menno die tekent namens 45 man. Nogmaals, ga naar die Facebookpagina, de Koperen Corona, als je wil optreden op 21 juni in Haarlem. Dankjewel, Menno. En we gaan door.